Carlos César 2. 1 en 2 zijn overigens geen broers. En de twee Marinho's zijn ook geen broers. Het zijn allemaal bijnamen. Baldomiro. Baldomiro. Jongbloed. Een hele moeilijke situatie. Die met meer geluk dan wijsheid is geklaard. Jairzinho. Slechte paas. Jansen. Wim Jansen. Goed. Rentse Brink. Achter zijn rug komt Zuurbeer op. En die krijgt het paasje van Hanegem. Zuurbeer. Oh, goed gedaan jongens. Met moeite gered door Leão. En dan heeft Zuurbeer, dat wordt daar belaagd door een paar Brazilianen. En dan komt een gele kaart aan te pas. Rivelinho. Geraffineerd paasje. Luis Pereira. Oh, die loopt daar even tegen Van Hanegem aan. Dieptepaas. Wim Jansen. Nu is er misschien ruimte voor Kruijf. Nee, die wordt ontzettend genadeloos neergelegd. Zee Maria. Daar moet geel aan de pas komen. Ja, ja. Kruijf. Zeer kromme bal. Weggehaald. Mario Marinho. Jansen. Bol. Jansen. Er ligt een Nederlander bij de rand van het penaltygebied van de Brazilianen. Maar de mag worden doorgespeeld. Baldomiro voorzet. Hij is weggehaald. Daar komt Francisco Marinho. Ook hij wordt weggehaald. En daar komt de schot. En dan de schot. Gaat hij naar. Via Jairzinho. Deze man. Johan Eemsen, terwijl wij bijna op achterstand werden gezet. Gealarmeerd door Michels. Wat is er gebeurd terwijl de bal op de Nederlandse helft was en Neeskens aan de overkant van het veld werd platgelegd? En terwijl de scheidsrechter de fotografen verwijderd. Lijkt het erop alsof deze kunt toch in het veld zijn. Neeskens. Jansen, goede uitbraak van Jansen. Wordt daar genadeloos opgevangen. Mario. En ook voor hem een gele kaart voor Mario Marinho. De tweede helft, 0-0. Het zou voldoende zijn, maar we moeten die drie kwartier nog door. Kirchou. Gekopt Arie Haan. Krol in de slag. Jongo. Kirchou. En nu krijgt Jairzinho een tegen. Dat is misschien een kans via Neeskens en Cruijff. Neeskens in het centrum. Cruijff, dat geeft de pas. En hij scoort! Hij scoort, Johan Neeskens! Schitterend gedaan. Met de punt van de schoen. Een hele kromme voorzet van Cruijff. 5 minuten in de tweede helft. En Michels, de man die zelden lacht, die moet nu ook wel de tanden van elkaar halen. Dat is de paas van Neeskens. Dit is Johan Cruijff en daar komt de kromme voorzet en Neeskens glijdt er naartoe. En met de punt van de schoen werkt hij de bal over Leão heen. 1-0 Nederland. Torschütze Neeskens nummer 13. Het Barcelonese duo, dat heeft het toch maar weer geklaard. En de buitenspelval. Ja, blijf maar staan. Maar er is wel gefloten. Ook dat is offside van Johan Cruijff. Maar om vaste maat te weten gaat hij nog even door. Offside gefloten en terecht. Rijsbergen. In minder dan geen tijd uitgegroeid tot een volwaardig international.
Rensenbrink stuurt daar Krol op links weg. Dan komt de voorzet en de Kruijf is gehoord en is goal! 2-0! Wat een juweel van een doelpunt! Van Rensenbrink naar Krol, van Krol voor, precies op maat. En Kruijf die schitterend scoort. En het is 2-0 in de 20e minuut van de tweede helft. Waar blijft de herhaling? Daar komt hij. Dat is Krol, dit is Rensenbrink. U ziet Krol daar uit uw beeld gaan, maar hij komt weer snel terug. En levert nu een meesterlijke voorzet af. Waarop Kruijf, daar is hij, precies op tijd. Schitterend scoort, volstrekt onhoudbaar voor Leao. En dat betekent 20e minuut tweede helft. Een 2-0 voorsprong voor Nederland. München, zondagmiddag, de eindstrijd. Het wenkt nu zeer nadrukkelijk. Jairzinho, schitterend door Wim Jansen getackeld en volkomen correct. En nu krijgt hij een enorme duw en dan neemt een andere Nederlander wraak. Dat moet Neeskens zijn. Zo tackelt er maar één. Hier ziet u het nog eens een keer. Kruijf springt er overheen en dan komt Neeskens een keer in. Pereira is mee voor. Pereira heeft daar de bal. Gered Zuurbier, maar we krijgen wegens obstructie een vrije schop tegen. Rivelinho werd daar opgevangen. U krijgt dat nogmaals. Dat is Pereira. En daar gaat Rivelinho. Ruim 20 meter van de goal. Eén Braziliaan. In de muur en daar het schot. En het gaat. Dank u wel. Een man vlak bij zijn nederlaag. Maar de rode is geen vergissing. Het was een schandelijke overtreding. Kijk eens even. Geen enkele poging om de bal te spelen. Maar een woeste trap naar het lichaam. En het is erg jammer dat de Brazilianen niet wat stijlvoller naar hun nederlaag toe gaan. Rivelinho. De scheidsrechter kijkt op zijn klok. Nu fluit hij voor de laatste keer. Een zeer verlossende fluittoon. En het is gelukt. Nederland zit in de finale.